Oranje Movies. Jongens, het einde van 2015 is inmiddels weer in zicht. En dat betekent dat we heel veel leuke lijstjes gaan krijgen van 2015. En daarom dacht ik vandaag, fuck it, ik maak er ook één. Daarom vandaag 25 hoogtepunten uit 2015. Eind 2014 kwam mijn boek 1001 Smoesjes uit. En begin 2015 stond dit boek als hoogste binnenkomer in de boekentop 50. Gruwelijk. Vervolgens mocht ik met een handjevol YouTubers aanschuiven bij Eva Jinek om daar lekker bij te babbelen. Daarna kreeg ik het geweldige nieuws dat mijn boek alweer de derde druk in was gegaan binnen 2 weken. Koop mijn boek, koop mijn boek, koop mijn boek. Linkje in de beschrijving. Koop mijn boek. Ik ben niet commercieel. En Bardo's filmgebeuren is 4 keer genomineerd in Los Angeles voor een prijs. In Los Angeles. En vervolgens was Bardo's filmgebeuren ook genomineerd in Zuid-Korea. Dat is zeg maar de leuke kant van Korea. De noordelijke kant is mie, maar Zuid-Korea is mie. En een van mijn dromen is uitgekomen. Ik mocht namelijk een stemmetje doen in een animatie. En niet zomaar een animatie, nee, SpongeBob, Spons op het droge, die begin dit jaar uitkwam. Daar zat mijn stem in. En dan heb ik ook iets meegemaakt waarvan menig tienermeisje zal zitten soppen thuis. Namelijk, Dylan Hagens werd bij mij wakker. Yes! Hey, ik ga er vandoor, ik moet weer gaan. Ga je er nu direct vandoor dan? Ja, ik moet meteen gaan, man. Ik ben 2500 keer geretweet en daardoor ben ik €250 kwijtgeraakt. Of ja, kwijtgeraakt. Dat heb ik gedoneerd aan Giro 5 en 5. Vervolgens heb ik nog een keer een luchtkasteel gekocht en die heb ik opgeblazen in mijn woonkamer. Met alle gevolgen van dien. Ik heb ook meegedaan aan de magieshow, namelijk de magieshow van Jan Reinder, de magie van. Ik heb veel van jullie leuke gezichtjes mogen ontmoeten bij Vita en de Dutch YouTube Gathering. Het was ongelooflijk hoeveel mensen van het Banjo Legioen of de Banjo Squad daar wel niet waren. We moeten nog even nadenken over de naam, maar de naam komt nog wel een keer. Banjo Squad. Meh. Ik heb ook het onmogelijke gepresteerd om een kast door mijn raam te kogelen. Dit is nog nooit bij iemand gebeurd, maar ik heb het voor elkaar gekregen. Toen heb ik met Eddie, Zoe en TMS het programma Makers Channel op Fox gepresenteerd. En wat hebben we gelachen. Of ja, hun hebben waarschijnlijk gelachen, want aan het einde van die uitzending werd ik helemaal kapotgeslagen door een WWE-worstelaar. Ik kom uit Deventer en Go Ahead Eagles was dit jaar gedegradeerd, maar tegelijkertijd mochten we meedoen met de Europa League. Het sloeg nergens op, maar het is wel gebeurd. Ik heb eindelijk, na al die jaren, de waarheid achter Bardo Allens verteld. Jongens, het spijt me, maar jullie moesten het weten. Ik ben een computeranimatie en zo is het. Ook kregen jullie een uniek kijkje achter de schermen bij mij, want ik heb meegedaan in de documentaire Shine Wereld van BNN. Een uurlange documentaire over het leven van YouTubers en het doen en laten en zo. En mijn boek heeft inmiddels de 8e druk aangetikt. Dat betekent dat er ongeveer 10.000 boeken zijn verkocht. Terwijl we begonnen met 1000 boeken. Koop mijn boek, koop mijn boek, koop mijn boek. Linkje in de beschrijving, oh wat slecht. In november kwam er een lijstje naar buiten met daarop de grootste YouTube kanalen gebaseerd op abonnees. En daar was Banjo Movies nummer 11. Nummer 11 van Nederland, dankjewel, dankjewel. Jullie zijn geweldig, ja. Net geen top 10. 11e, echt precies erbuiten, het rechterrijtje. Maar toch bedankt. Banjo Town is letterlijk uit het graf herrezen. En misschien is het nu al wel weer een beetje terug in het graf, maar... Ik mocht de Tube Show presenteren in bijvoorbeeld Snow World en Burger Show met heel veel gruwelijke YouTubers. Vanaf fijne vrienden tot aan Devano, Holwijn, Teumes, meisje Jamila en natuurlijk pranksters. Ik ging naar Los Angeles om daar een zombie te spelen in een echte Hollywood film. En ja, ik moest wel make-up op. Oké, dit gezicht, ik weet dat ik er niet uitzie, maar kom op. Het is niet de zombie... Volgende. Ik ben ook naar Berlijn gegaan om daar Josh Gad, de stem van Olaf, te interviewen en Kevin Hart, die hele bekende gruwelijke comedian. Die video ligt hier nog op de planken en die komt met een paar weken wel een keer online. En dan nummer 25, die is voor de toekomst. Zoals jullie op mijn tweede kanaal hebben kunnen horen, ben ik heel erg druk bezig met muziek, minifilms en hier komt het. Heel veel mensen uit de Banjo Squad zullen gek worden, maar rustig, blijf op je stoel zitten, want... De 10 doods komen terug. Ah! Hopelijk komen ze al terug in januari 2016 en anders wordt het februari, maart. Maar de 10 doods komen terug. Er komen muziekvideo's aan waar ik heel erg druk mee bezig ben op dit moment. En natuurlijk minifilms, want minifilms zijn altijd cool. En ik hou wel van een leuke kleine minifilm. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef vooral een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer vooral hier beneden. En onthoud, 2016 wordt het jaar dat Banjo Movies 10 jaar bestaat. 10 jaar.
jaar. Dat wordt een ongelooflijk groot feestje en ik moet nog iets verzinnen om dat te vieren, maar dat komt. Volgende week woensdag is weer mijn oude vertrouwde oudejaarsconferentie / jaaroverzicht, wat ik nu inmiddels al 5 jaar op rij doe, dus ook dit jaar. Heb jij een bepaald onderwerp van 2015 wat jij sowieso terug moet horen in dat jaaroverzicht / oudejaarsconferentie? Reageer dat dan hier beneden, want dan kan ik dat nog een beetje in de video verwerken. Speciaal voor jou. En als laatste wil ik zeggen dat Banya Movies 3 maanden geleden nog maar 300.000 kijkers had en nu 3 maanden verder hebben we 1,5 miljoen kijkers. Ik ben zo ongelooflijk blij dat ik weer terug ben op YouTube en ik vind het zo ongelooflijk leuk om zoveel goede reacties van jullie te lezen. Daarvoor wil ik jullie heel erg bedanken. En dat is het eigenlijk. Zondag ben ik er weer met een Banya Movie. Jongens, ik check jullie dan. En hou je handen boven de dekens. Later! Banya!